17 mei, Nationale Huidkankerdag. Dat klinkt niet sexy, dat is het ook niet en het hoeft ook niet, want het is gewoon heel belangrijk dat je je laat controleren. Daarom lig ik hier nu en ben ik omringd door twee dermatologen die bij mij gaan checken of er iets bij mij engs is. Spannend hè, Maaike? Heel spannend. Nou ja, ik heb echt nul vlekken, dus ik hoef me toch niet echt heel erg zorgen te maken, toch? Nou, hier kan het nog komen hoor, Maaike. Want je hebt natuurlijk een heel licht huidtype. En als we dat indelen in huidtype 1 tot en met 4, dan hoor jij toch wel tot huidtype 1, mogelijk een beetje 2. Maar beschouw je maar als iemand die toch wel in een risicogroep kan vallen. En jouw huid herinnert zich echt alles. Vanaf dat je geboren bent tot nu. Elke straal die op jouw lijf is gekomen, die herinnert ze zich. Dus nu misschien geen vlekje betekent niet dat je over 20 jaar niet een mogelijke huidkanker hebt ontwikkeld. Het is natuurlijk wel zo dat je nu wel nog een mogelijkheid hebt om zoveel mogelijk te beschermen. Dus het is heel essentieel, ook maakt niet uit op welke leeftijd je begint, om je huid goed te beschermen tegen het zonlicht. Insmeren is echt essentieel. En dat doe ik dus alleen 's ochtends. Ik ga me niet de rest van de dag nog insmeren, toch? Nou, het is sowieso belangrijk om een factor te smeren. En ik ben al lang blij als mensen in Nederland, hè, want je factor hangt ook af van de sterkte van de zon en daar waar we ons bevinden. En het belangrijkste zit hem in de frequentie. Dus als we in ieder geval om de 2 uur smeren, dan bescherm je je. En dan maakt het niet zozeer uit of je dan factor 50 gebruikt of factor 30. Het zit hem in de herhaling, daar zit de kracht hem in. En los van het smeren zijn natuurlijk heel veel andere maatregelen die je kan nemen. Inderdaad niet in de directe zon, onder de parasol. De toptijden meiden, tussen 11 en 3, eigenlijk niet vol in de zon gaan zitten. Dat soort dingen allemaal. Dat alles bij elkaar zorgt ervoor dat die huid minder voor zijn kiezen krijgt. Ja, het belangrijkste ook om te realiseren, Maaike, dat als je buiten komt, de straling is er altijd. Of de zon nou schijnt of zich verschuilt achter de wolken. Het gaat om de straling en niet zozeer om de zon die wij zien. En ook al denk je van, hé, het is een bewolkte dag. Zoals vandaag is het een prachtige dag, maar toch bewolkt. Smeer je in. Maar als ik de hele dag op kantoor zit, dan hoef ik me toch niet om de 2 uur in te smeren? Nee, niet als je heel de dag binnen zit. Maar ik kan me niet voorstellen dat je in de zomer niet even, juist tussen de piektijden van de zon, een lunch gaat pakken buiten. En wat zie je dus in Nederland? Zodra de eerste zonnestraal er is, gaat iedereen massaal buiten onbeschermd een lunch genieten. Even fietsen, even in de tuin werken, even op je balkonnetje zitten. Eventjes de hond uitlaten, et cetera. Dit soort dingen staan mensen helemaal niet bij stil. Maar wat natuurlijk heel veel gebeurt de hele dag. En dan gaat als iemand een stukje fietsen, gaan ze echt niet hun gezicht niet smeren bijvoorbeeld of hun handen. Nee, ik heb geen vlekjes. Ja, misschien ergens af en toe verdwaalde moedervlek. Moet ik dan toch op 17 mei komen om mezelf te laten checken? Nou, het kan sowieso nooit kwaad om je eens een keer door een dermatoloog van top tot teen te laten checken op moedervlekken, maar niet alleen moedervlekken, want daar denken we meestal aan. Jij denkt, ik heb misschien geen moedervlekken, maar dat wil niet zeggen dat je geen huidkanker zou kunnen hebben. Want er zijn ook andere vormen van huidkanker dan alleen een verkeerde moedervlek. En waar moet ik dan aan denken? Nou, dan kun je bijvoorbeeld denken aan wondjes die slecht genezen. Een soort plekjes waarvan we denken het is eczeem, maar het jeukt niet. En het zit er al een hele tijd en het groeit steeds wat groter. En op een gegeven moment wordt het een open wondje en gaat makkelijk of spontaan bloeden. Daar kun je op letten. Ik heb een vlek. Zullen we hem even bekijken? Nou Maaike, we kijken nu naar een moedervlek, een van de weinige die je hebt. En waar we dan op letten is met name de begrenzing en hoe groot die is en hoe het patroon is. En met name ook naar de kleuren van pigment en hoe die verdeling daarin is. En wat ik nu eigenlijk zie is een heel onschuldig plekje en totaal niet verdacht voor mogelijk een kwaadaardige moedervlek, een melanoom zoals wij dat noemen. Fijn. Maar in werkelijkheid zien wij natuurlijk hele andere dingen in de dagelijkse praktijk. En dan heb ik het met name ook over moedervlekken die zich gedragen zoals wij in deze folder hebben aangegeven. En ik denk dat je wel, als je ooit iets zoiets meemaakt, dat je dan wel eventjes een keer nadenkt van toch wel fijn dat ik me een keer heb laten controleren. Want het is wel heel belangrijk dat mensen dit herkennen. Hè? En dat ook dermatologen zijn die dat op deze dag die wij landelijk hebben georganiseerd, dat wij ons daar alle voor inzetten om eigenlijk een soort strijd te hebben, te voeren tegen huidkanker. Het is denk ik heel goed te realiseren. Jij hebt niks,
Maar 1 op de 5 mensen in Nederland gaat gewoon ergens in zijn leven huidkanker krijgen. Dus een heel serieus probleem. Het is ook de meest voorkomende vorm van kanker in Nederland. Als je plekjes hebt die je niet vertrouwt, ga naar je huisarts. En als hij of zij het niet vertrouwt, dan word je zeker doorverwezen naar een dermatoloog.